Politie junioren, die waren er al langer. Maar politie kids, dat is nu. Kinderen waren betrokken bij eenvoudige politietaken in de eigen week. Dat is het idee. Woensdagmorgen was de aftrap van het nieuwe project. De politie bezocht alweer enkele scholen in Remuin. Onder andere de zonnewijzer in het Remuinse veldje. Politiekids is eigenlijk ontstaan in Amsterdam-Amsteland. Een collega, Jack Druppers, die heeft dat daar geïnitieerd. Met als doel om jeugdigen van 6 en 10 jaar vroegtijdig in aanmerking te laten komen met de politie. Op een positieve manier. Daarom Politiekids. De kinderen die geïnteresseerd waren in het project kregen nog het extra uitleg over de Politiekids middels een filmpje. Later dat dag kregen ze vervolgens het inschrijfformulier met naar huis. Volgens projectleidster Bushra Pomee is het belangrijk om de kinderen op een basisschool al kennis te laten maken met de politie. De jeugdigen in de leeftijdscategorie, zoals ik al zei, van 6 tot 10 jaar, in die leeftijdscategorie zijn ze nog beïnvloedbaar en zijn ze nog positief in de richting van de politie. En dan kun je samen met die jeugdigen leuke en zinvolle activiteiten doen in de wijken. En ja, dan kun je samen elkaar leren kennen, zeg maar. En hoeveel scholen doen er aan mee? We beginnen nu met 3 scholen. En ik hoop dat het in de toekomst natuurlijk over heel Roermond uit gaat vloeien. Wat zijn de activiteiten wat hij in de toekomst met de kinderen gaat ondernemen? Ja, de activiteiten. In eerste aanleg zou je moeten denken eigenlijk aan wat geven de wijken aan. Hè, wat vinden ze belangrijk? Maar als voorbeeld zou je bijvoorbeeld kunnen noemen dat we gaan flyeren met de jeugdigen in het kader van woninginbraken. Zakkenrollerij. Eigenlijk actuele dingen die spelen in de wijken. Ja, en dan nemen ze gelijk hun ouders ook mee op die weg. Zonder ouders is het project eigenlijk niet haalbaar. Het feit dat ouders meegaan, zo betrekken we ook de ouders natuurlijk, hè, in positieve zin. En je betrekt de wijken en dat is tegenwoordig heel belangrijk. Verbinding maken met... Politie junioren, dat is heel iets anders. Ja, dat is heel iets anders. Politie junioren, dat zijn sowieso wat oudere kinderen, leeftijdscategorie 16 jaar. En die doen ook weer hele andere dingen. Dus politiekids en politie junioren zijn 2 aparte dingen.